en de reactivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, UNASUR, is van eminent belang. Daarom houdt de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva deze week een staatshoofdenvergadering over UNASUR. In dit kader is president Chandrika Prasad Santokhi naar ons zuiderbuurland. Daar gaat hij het standpunt van Suriname omtrent UNASUR kenbaar maken. Vorige week haalde de president deze reis aan. Dat gebeurde bij de overdenking van 3 jaar regering Santokhi-Brunswijk. De president van Brazilië heeft een uitnodiging gestuurd naar de president van Suriname. En zelfs een special envoy in de vorm van de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd naar Suriname om de president van Suriname uit te nodigen. En de president zal volgende week voor 2 dagen gaan naar Brazilië in het kader van overleg met de presidenten van Zuid-Amerika om weer te praten over onder andere UNASUR, de integratie in de Zuid-Amerikaanse regio. En natuurlijk kijken we naar mogelijkheden van Brazilië zelf om ons te ondersteunen met ook de logistieke voorzieningen, zodat de president ook met bijstand van hun kan afreizen door middel van een vliegtuig van hen. We zijn bezig om al die zaken ook uit te bespreken. Dat doet de minister van Buitenlandse Zaken. De staatshoofdenvergadering heet The Meeting of the Presidents of the Countries of South America. Santokhi benadrukte dat de Braziliaanse president Lula nieuwe inzichten wil delen over het integratieproces in Zuid-Amerika. Wat Surinames standpunt hierop is nog niet bekend. Het UNASUR-blok wil zich sterk maken voor verschillende processen op het gebied van milieu, democratie, onderwijs, energie en veiligheid. Vooral milieu en energie staan hoog op de agenda. Voor Brazilië is de bescherming van het Amazone-regenwoud essentieel. Suriname en Guyana zijn naast Brazilië de 2 landen in de regio met veel bos. Ten aanzien van energie kan een goede samenwerking ertoe leiden dat de landen de handen nog meer ineen zullen slaan als het aankomt op de grote olie- en gasvondsten in Suriname en Guyana. Maar ook Brazilië en Venezuela bezitten behoorlijk voorraden op dat vlak. President Santokhi is vanmorgen vertrokken naar Brazilië en keert aanstaande woensdag terug naar Suriname.